Ja, dat klopt. En hoewel dit eerst een muziekschool was, is het sinds een paar weken ook echt een museum geworden. En is het een school voor hoogbegaafde kinderen. Maar goed, genoeg over dat, want we moeten naar binnen. De burgemeester zit te wachten. Goeiedag. Hallo. Nou, welkom. Fijn dat u tijd kon maken om met ons in gesprek te gaan. Even samenvattend, we gaan een interview doen waarbij ik u vragen ga stellen over het afgelopen jaar, over het jaar dat komen gaat en over de invulling van vanavond, oudjaarsavond. En dat brengt me eigenlijk meteen bij mijn eerste vraag. Hoe heeft u 2020 ervaren? Ja, ik ga er natuurlijk antwoord op geven, maar eerst een enorm compliment voor dit initiatief. Ik vind het echt geweldig dat in heel korte tijd allerlei Goudse partijen elkaar hebben gevonden om voor onze bevolking zo'n programma als vanavond in elkaar te zetten. Ik vind het echt helemaal knap. Afgelopen jaar, 2020, was een heel bizarre periode. Het begon eigenlijk met name al in maart, sinds corona toch de wissel heeft omgezet. Daarvoor begon het veelbelovend. We zaten in een hoogconjunctuur. We zijn het nu bijna vergeten, maar het ging economisch heel goed. Ik vond het voor mezelf ook heel mooi om allerlei goudenaars te ontmoeten op de nieuwjaarsontvangst. Nou, eigenlijk net begonnen. Ik zat zelf in de zogeheten stroopwafeltour, een soort kennismaking met Gouda. En dan breekt corona uit en zijn we eigenlijk vanaf maart vooral daarmee bezig. Althans, ik als burgemeester wel. Het was een taai jaar en het duurt nog even. Maar ik denk dat we ons al met al best goed doorheen hebben geslagen. U gaf in een eerder interview aan dat leidinggeven in coronatijd anders is dan besturen zoals u dat normaal gesproken doet. Kan u daar een voorbeeld van geven hoe dat anders is? Ja, het is zo wezensvreemd nu dat je maatregelen moet verdedigen en uitleggen en ook handhaven, die ook nodig zijn. Dat zeg ik erbij bij, hè? Dus geen kritiek daarop, maar die zo ontzettend ingrijpen in het dagelijks leven van de mensen. Regels die strenger waren dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om mij bijvoorbeeld nu maar te zeggen dat je met 2-3 mensen maximaal bij elkaar mag komen. Dan tot en met 13 jaar is het gelukkig iets soepeler. Dus kinderen kunnen nog wel gelukkig met elkaar spelen. Maar vanaf pubers al is het elke keer pas gemeten. Dat winkelstraten nu leeg zijn, de theaters gesloten. Ik kan er nog steeds niet aan wennen. Het is mijn beroep om mensen bij elkaar te brengen en te verbinden. En te zeggen van, ga wel naar het stadion, of ga wel sporten, of ga wel elkaar ontmoeten, waar dan ook. Zoek elkaar op, of juist misschien wel buiten je bubbel van alle dag. En dat kan op allerlei plekken en openbare ruimte normaal gesproken, maar nu niet. U zegt het zelf al, het is uw rol om mensen te verbinden. Dat is ook wat wij eigenlijk met deze tv-uitzending willen bereiken. Mensen verbinden ten tijde van afstand. Hoe pakt u dat zelf aan in uw eigen leven? Hoe maakt u toch verbinding met de mensen die u niet kan ontmoeten werkelijk? Door veel meer dan normaal gesproken digitaal te vergaderen. En soms ook met hele rare, bizarre coalities van mensen die elkaar normaal gesproken inderdaad niet hadden ontmoet. Via een Zoom-afspraak wel uit te nodigen en verhalen te delen. Dus dat doen we bijvoorbeeld met de horeca of met vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen. Om toch te vragen, hoe gaat het nu met jullie achterban? We hebben veel verschillende mensen gesproken, waaronder ook ondernemers. En natuurlijk is er een heleboel te vertellen over het afgelopen jaar en zorgen gedeeld over het komende jaar. Maar er zijn ook mooie positieve dingen gelukkig ook belicht. Waaronder een van de, ik zou bijna zeggen, willen zeggen, bijvangst van corona is dat de team spirit in heel veel bedrijven juist heel erg is gegroeid. Omdat werkgevers hun zorgen delen met hun medewerkers en iedereen ook begrijpt dat het nu alle hens aan dek is. Geldt dat ook binnen uw team? Ja, binnen de gemeente Gouda is wel echt een topprestatie geleverd door de ambtenaren. Sinds maart wordt er de facto dubbele productie gedraaid. Dus de dienstverlening naar de stad ging gewoon door. De paspoorten, de uitkeringen, alles. En tegelijkertijd moest er een crisis worden gedraaid. En dat is echt heel knap. Hoe dat vanaf maart ook nog eens een keer virtueel
gerealiseerd is. Want dat geldt denk ik voor heel veel dienstverlenende organisaties, ook de onze. Dat een tal van collega's nauwelijks meer in het huis van de stad zijn geweest om daar te werken. Terwijl ook dat, hè, de warmte van collegialiteit, dat je echt even je eigen huis uitgaat en op een andere plek mensen ontmoet, samen gaat dienstverlenen, elkaar gaat inspireren, dat hebben mensen ook nodig, denk ik. Dus ik vermoed wel dat thuiswerken meer zal blijven, ook nadat corona weg zal zijn. Maar ik verwacht tegelijkertijd ook dat ook in het huis van de stad straks gewoon weer mensen zullen zijn, collega's, met wie we het samen gaan rooien voor die, nou, het is er bijna 74.000 gouwenaars inmiddels. Heeft u in uw rol als Goudse burgervader dingen nog niet kunnen doen door corona, waarvan u zegt, die ga ik straks als het mag nog absoluut wel inhalen? Oh, een hele hoop. Kijk, de facto is zeg maar alles vanaf maart qua evenementen en festivals die ook een stad pit geven, en Reuring en Sjeu, ja, zijn niet meer geweest. Dus of het nou volleyballen is op de markt, of het nou de kaasmarkten zijn, of het nou, maar ook Koningsdag hier, de boulevard, Oranje Boulevard, of de dodenherdenking met een vol plein. Dat moest allemaal nu anders. Kaarsjesavond, gaat er mijn kaars liggen de afgelopen keer. Kijk, het heeft al een heel andere agenda opgeleverd, in mijn geval, want dat zijn vaak ook evenementen waar je als burgemeester verwacht wordt. Maar ik heb ze gemist en ik hoop dat ze er weer snel zullen zijn. Waar hoopt u op voor 2021? Ja, ik las een mooi beeld bij Kierkegaard, dat is een Deense filosoof. En die zegt, het leven is net als in een roeiboot. Namelijk, je zit met die paddels aan het water en je kijkt naar datgene wat achter je ligt. En dat zie je ook goed, maar met de rug naar de toekomst. Het leven wordt achterwaarts geleefd, maar je roeit wel. En we slaan wel die paddels aan het water en we gaan vooruit. En dat beeld vond ik wel inspirerend richting het nieuwe jaar. Van we weten echt niet wat er gaat komen. Niemand had kunnen denken, een jaar geleden nu, dat we zo'n bizar jaar zouden hebben. Maar toch ben ik hoopvol, omdat er absoluut hopelijk echt goede dingen gaan gebeuren. Met de medicatie, met de vaccins, met meer kennis van het virus. En hopelijk ook dat we ook lessen kunnen trekken. Van wat heeft het eigenlijk ons nu geleerd van ons levensstijl? Daar nog een beetje op voortbedurend, wat verwacht u echt van het komende jaar? Zij heeft al bepaalde verwachtingen. Nou ja, er zal een militaire operatie bijna moeten plaatsvinden om al die mensen te gaan vaccineren. En ook wel het gesprek erover aangaan met elkaar, want iedereen wil zich laten vaccineren. Ik roep er wel toe op om dat wel te doen. Want er zijn met name mensen in de risicogroep die echt kwetsbaar zijn en die nu ongewild de druk op de zorg en ziekenhuizen gigantisch maken. Dus ja, het goede gesprek over de hele uitrol van de vaccinatie en wat dat dan vervolgens weer betekent voor alle maatregelen die nu gelden. Dus wanneer mogen de restaurants weer open, wanneer mag de horeca weer open, wanneer mogen we weer gaan sporten. Kijk, een lockdown is ergens vrij eenvoudig, want dan zeg je namelijk, het mag niet. Nee, maar het opschalen en de deuren weer openzetten is ontzettend ingewikkeld, want er zijn namelijk altijd groepen die vinden, maar waarom mogen wij dan nu niet open? En vaak zijn er goede redenen voor ook. Dus dat wordt nog veel stuurmanskunst om dit ook een stukje draagvlak en draagkracht samen met elkaar te beleven. Maar ik denk wel dat de grote groep, de grote middengroep in de samenleving, vond ik ook wel mooi in de toespraak van de koning. De meeste mensen die zijn niet zo heel uitgesproken en die snappen ook wel dat dit nodig is. Zal begrijpen dat we dit met elkaar moeten klaren. Ja. Hoe gaat u oud en nieuw vieren? Voor mij is dat een werkdag. Dus dat betekent dat ik een soort van combinatie van werk en privé heb. Dus enerzijds zijn er het briefings met de veiligheidsdiensten. Van hoe gaat die jaarwisseling verlopen? Want hoe je het went of keert, oud en nieuw is een van de meest risicovolle evenementen van het jaar. Ondertussen zal ik thuis zijn en ook, ik denk, een stukje kerkdienst meekijken als het nog lukt. Oliebollen eten uiteraard, spelletjes doen. We hebben een shoebak aangeschaft. En ja, dan na de jaarwisseling word ik opgehaald door een politieauto. En dan gaan we echt de verschillende hotspots even langs. Dus ik ben echt de stad in en ik ga echt kijken ter plaatse. Tot denk ik diep in de nacht hoe het er aan toe zal gaan in Gouda. Oké, dus echt kijken of het goed gaat. Dus voor mij is het echt een werkdag, ja. Ja, oké. Dan wil ik u bedanken voor dit gesprek. En dan gaan wij terug naar de studio.